maar... Ik ben nu gezellig naar boven. Dat vind ik beter als je... Hey, ik sta nu in de Bershka en ik ben even mijn dingen vastgepusht. En ik heb dit klemmasker op. Al wat avond, al wat later. En ik wou zeggen, het is al inmiddels. Oké. Gin tonic, meiden! Cheeseburger. Alweer. Alweer. Ik ben zo moe. Deze nieuwe vlog. Ik ben Sarah Verwoerd voor de mensen die mij niet kennen en ik maak tegenwoordig weekvlogs. Het is vandaag natuurlijk maandag en ik moet zo meteen naar school toe. En het is heel gezellig, want Isabella die gaat dus met mij een dagje meelopen naar school. Omdat ze mijn opleiding dus ook misschien volgend jaar wil doen. Dus dat is super gezellig en ik heb echt een super lange dag. Ik heb alleen vandaag een vrijdag school en dan heb ik 2 super lange dagen. Het staat echt nergens op. En vanavond ga ik lekker uit eten met Isabel en Bo in Amsterdam. Dus dat is ook allemaal super leuk. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit superleuk jurkje aan. Zo'n truijurk. Truijurk. En met een panty en deze laarsjes. En dan ga ik, denk ik, mijn nieuwe witte jas bij aan doen. En ja, dat is het. Yoghurt met frambozen en lobes. Want ik kan eigenlijk echt niet eten in de ochtend. Maar ik heb zo'n lange dag dat ik wel even iets moet eten. Maar, ik ben nu gezellig naar de boom. Beter als je... Nee, jij bent nog niet gevlogd vandaag. Nee. En we zitten lekker bij een tentje voor te drinken. En zometeen gaan we lekker eens eten. Ja, super zin in. Jij nog steeds. Nou, we zitten nu onderweg naar huis in de trein. Het is 9:15. We hebben super lekker gegeten. Oh. Echt een aanrader om... Kom eens. Nee, zei ik. Om op... maandag, daar gaat je eten. Dus 10 euro voor een sushi. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik ben in Amsterdam ook. Ik had vanochtend een beetje haast, dus ik vlog nu even. Maar ik had dus net een gesprek van mijn stage. En het ging echt super goed, dus ik krijg morgen af te horen of het gaat worden. En ik ben echt super enthousiast. Het is dus bij het restaurantje Moke Pancakes. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het was echt een super leuk gesprek. Dus ik ben heel enthousiast. Ik sta nu in de Bershka en ik ben even mijn dingen aan vastgelegd. Er zat ook in Stradivarius, maar dat vind ik echt een leuke ding. Maar ik heb nu deze trui aan. En ik heb echt trui nodig, dus dat is altijd gewoon leuk. Dus ja, zo'n trui is altijd wel leuk. En ik had dus net deze aan. Maar die is een beetje te lang. Ik heb nu een soort jurk-jasachtig ding aan, maar deze is echt heel leuk. Maar ik vind het stofje zo leuk. Het is echt zo'n velvet stofje. Ja, het past sowieso niet bij deze broek, maar nee, dat is echt. Ik ben inmiddels thuis en ik heb uiteindelijk alleen deze witte trui gekocht. Want ik had echt gewoon een trui nodig en ik zat anders alweer veel te veel geld uit te geven aan alles wat ik zag. Maar het is gewoon zo'n witte, simpele trui en die had ik echt nodig. Dus superleuk. Bij de Bershka voor 20 euro. En ik heb het nu... Even lekker een koffietje. En ik ga de Handmaid's Tale kijken. Ik ben daar dus nog steeds mee bezig. Ik ben er echt al maanden mee bezig. Maar na weken. En ik kom er maar gewoon een soort maar niet doorheen. Omdat ik elke keer weer andere dingen kijk. Dan kijk ik weer Love Island. Kijk ik weer Temptation. Dus ik moet even zelf afkijken van mezelf. Mijn moeder heeft dus afgezien. En die zegt, Saart is zo spannend. Je moet echt afkijken. Ik heb dus voor het eerst mijn haar niet gesteld. Dus ja, ik heb van mezelf een beetje slag. Ja, ik vind mijn haar op zich wel leuk zo. Ik heb dus, normaal stijl ik het altijd. Maar nu was ik gisteravond in de douche geweest en had ik het gewoon op laten drogen. Dus dan ziet het er dus zo uit. Dus laat even weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Inmiddels een tijdje verder, het is avond. En ik ben de vlog van vorige week aan het editen. Voor mij nu ook. Nee, voor mij ook vorige week. Voor jullie al 2 weken geleden. I don't know. Maar ik heb vanmiddag dus nog een belletje gekregen van een andere stageplek. En die lijkt me dus ook super leuk. Vanochtend mijn stagegesprekje, sollicitatiegesprek was echt, was heel positief over. Was super leuk. Maar hier ben ik ook weer positief over. Dus ik heb woensdag een gesprek. Ga ik naar bedrijven toe en ja, ga ik even kijken hoe en wat en wat ik leuker vind. Maar ik heb er wel echt super veel zin in als ik hier aan denk. Dus ja, ik had het echt even nodig. Even gewoon even weer iets leuks, iets nieuws en zo. En morgen ben ik vrij. Ga ik in de ochtend werken. In de middag ga ik mijn moeder mee naar de kapper. En dan gaan we daarna even
koffiedrink of zo, ik weet niet. Donderdag ben ik ook vrij, maar dan moet ik aan school zitten. En vrijdag moet ik de hele dag naar school. En van het weekend ben ik lekker alleen. Morgen was vroeg. Ik moet naar mijn werk en ik heb geen tijd, dus... Het is inmiddels een hele dag verder. Het is echt snel weer. Maar uit werk moest ik meteen door mijn moeder mee naar de kapper. Ik ben zelf niet naar de kapper geweest, maar ik ging met mijn moeder mee. En ik heb deze nieuwe trui. En die andere trui die ik gekocht had, zit allemaal haaltjes in. Dus ga ik even terugbrengen. En daarna ben ik mijn moeder Alf ingegaan, stad. En ben ik mijn ogen gaan laten testen. Want ik heb dus heel vaak heel veel hoofdpijn. En als ik dan een hele lange dag school heb, heb ik zoveel hoofdpijn en zo. Dat is echt heel kut. Dus ik moet dus een bril. En ik moet hem eigenlijk voor altijd. Zo slecht is het. Maar dat ga ik niet doen, want dat vind ik echt heel lelijk. En hij komt volgende week dus pas binnen. Dus dan kan ik pas laten zien hoe die staat. Maar ik heb dus zeg maar geen sterkte. Ik heb niet plus of min. Maar ik heb dus een cilinder in mijn oog. En dat betekent dus dat eigenlijk je ogen, zeg maar, je pupil hoort het gewoon een rechte lijn te zien. Maar mijn pupillen zien het dus alles gebogen. Maar mijn hersenen weten dat alles recht is. Dus die moeten dat constant corrigeren. En dat is natuurlijk heel vermoeiend voor je ogen. En daar krijg ik dus heel veel hoofdpijn van. Dus ja, bijvoorbeeld met de auto rijden, met rijles heb ik heel vaak. Of als ik lang naar een bord moet kijken of moet lezen, dan zie ik het altijd dubbel. En helemaal kut gewoon. Dus echt... Top dat dit wordt opgelost, maar ik vind het echt heel kut dat ik een bril moet. Want ik vind het echt, ja, echt heel lelijk bij mezelf. Ik moest zo aan wennen, ik moet nog steeds aan wennen. Ik vind het echt niet staan. Maar ja, het moet maar, want ik wil ook niet altijd met hoofdpijn rondlopen. Het is wel echt veel beter. En ik zit natuurlijk ook zoveel achter mijn laptop voor school en zo. En heb ik ook altijd hoofdpijn, dus het scheelt wel echt. Oh my god, ik zie er echt niet, maar... En trouwens ook deze trui nieuw. Het is een grijze kool. Helemaal leuk. En het is zo fucking koud. Niet normaal. Het is inmiddels 10:30 en ik heb even een maskertje opgedaan. Ik had net even gedoucht en ik heb dit Clem Glow masker op. Daar had ik een testertje van en die maskers zijn altijd fucking duur. Dus ik ben benieuwd of het ook serieus goed werkt. Het prikkelt wel echt heel erg. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar het droogt echt op. Ik smeerde op mijn gezicht en toen droogt het meteen al op. Dat is niet normaal. Nou, ik moet er dus 10 minuten op, maar ik haal het er gewoon af als alles is opgedroogd. Morgen allemaal, ik moet mijn wenkbrauw en mascara nog doen, dus ik zie er echt wat uit. Maar ik heb haast, want ik ga dus naar mijn oma met mijn broer even gezellig. En daarna ga ik naar Roxanne en gaan we de hele dag even een beetje aan school zitten en zo. Oké, het is inmiddels echt een hele dag verder. Naar mijn oma was ik naar een vriendinnetje gegaan met Johan, die had echt bij mijn oma in de buurt. En we hebben gezellig gechilled en brownie gebakken en zo. En ik zit nu bij de bushalte onderweg naar huis en met de fiets op de bus. En thuis ga ik gezellig samen met mijn moeder eten en ja, dat is het. Het is dus inmiddels al wat later. En ik wou zeggen, het is al inmiddels laat. Oké, het is nu 8:00. En ik ben echt zo moe. Ik vind echt heel zo moe. Want ik kan gewoon uitslapen en zo. Ik hoef echt nooit vroeg op. En allemaal dat soort dingen. Maar ik ben echt gesloopt. Morgen heb ik weer school. En ik zit daarover na te denken om morgen een jullie bepalen mijn dag op te nemen. Dat lijkt me echt super leuk. Alleen aan de ene kant weet ik niet of morgen nou helemaal een goede dag daarvoor is. Ik ga het gewoon doen, denk ik. Ik ga het gewoon doen. Oké, ik heb dus net even mijn story op Instagram geplaatst van yo, ik ga dit filmen. Oh my god, heb je zelf ook een leuk idee? Stuur het via de DM. En ja, gewoon dat ze dat een beetje kunnen verwachten in mijn Insta-stories. En dat jullie, stel je kent het concept niet, dat je een beetje weet waar het over gaat. Voordat ik weer 1000 dingen spam in mijn verhaal. Maar volg me nog niet op Instagram. Doe dat dan zeker. Vooral als je zulke dingen dus niet wil missen. Want ik ben wel van plan om het vaker te doen. Ik heb morgen dus gewoon een schooldag. Ik kan het ook gewoon een keer het weekend doen. Of ik weet niet. Dus dat. In ieder geval. Dus vergeet me zeker niet te volgen op Instagram. Als je dat soort dingen niet wil missen. Zo mijn stem. Het is inmiddels bijna 8:30. Ik ben aan het wachten tot 8:30.
Want dan kan ik de nieuwe Love Island kijken. En ik ben echt verrot. Ik zie er echt niet uit. Ik heb dus net de eerste vote, zeg maar, in mijn Instagram story gedaan. En dan had ik gedaan van, moet ik morgen naar de les gaan of niet? Zeg maar mijn eerste les. Maar ik heb echt geen zin om naar die les te gaan. Ik was echt niet van plan om naar die les te gaan. Maar mensen stemmen dus dat ik moet gaan en dat wil ik niet. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. En vandaag ga ik dus jullie bepalen mijn dagvideo opnemen. En ik heb net al een stukje gefilmd. En ik moet dus naar school van jullie, de eerste les. En ik had er echt geen zin in. Maar ja, het moet maar. En ik heb net een outfit uitgekozen van die de meeste stem had. En ik moet nog even naar de Bershka. Deze trui die ik gekocht had. Pas, een paar dagen geleden. Zitten dus allemaal, kijk. Van die haaltjes en zo. Dus dat vind ik echt heel lelijk. En ja, er zit ook allemaal make-up op. Dus ik ga die even terugbrengen. Gelukkig heb ik het kaartje er nog aangelaten. Anders was ik echt te lul. Dus nou ja, ik ga even omkleden en zo. En ja. Nou ja, ik heb mijn outfit aangetrokken. En ik ga nu eventjes wat eten. En ik zit even te denken over mijn volgende ding dat ik in mijn verhaal ga plaatsen. Maar nog even kijken. Ik ben echt voor het eerst in mijn leven een beetje op tijd. Ik heb gewoon tijd om eten te maken. Ik kan nooit thuis ontbijten, want ik heb er nog tijd voor. Maar ik heb nu gewoon nog een uur. En ik ga even een tosti maken met pesto en tomaat. Zit hier nog in. Dus ja, wat lekker joh. Ik heb gewoon alle tijd van de wereld. Oké, ik zit nu in de trein onderweg naar school. En ja, ik zit dus hard. Echt fucking awkward, maar... Het gaat me net niet zo goed af. Oké, nou ik ben nog bezig, steeds bezig met de challenge. Ik ga nu even naar de Bershka, want ik moet even die trui ruilen die ik dus had. En ga ik zo naar de les. Oké, ik heb mijn trui dus even geruild bij de Bershka. En ik ben nu onderweg naar school. En ik ben echt veel te laat. Maar that's my life. Gin tonic met Maida. En Moskou Moe. Nou, eet smakelijk, meiden. Oh, smakelijk. Oh my god, het bijt zo hard, jongens. Echt normaal. We zitten echt in de maar we hebben het video. Maar we hebben het video. Ik wil niet. Oh, ik heb een dubbele cheeseburger. Alweer. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag en het is nu... 5 uur, ik moest vanochtend werken en ik was fucking brak, dus het was helemaal kut. En ik kom van het werk, rijles, en ik ben nu toch van rijles, dus vandaar. Dus zometeen komt een vriendinnetje, want ze wil me dus filmen voor een schoolopdracht. Van, zeg maar, dat ik mijn YouTube doe. En dan gaan we weer gezellig samen eten, dus ik moet nu even wat eten halen. En ik ben zo moe. Ik ga denk ik vanavond echt niet uit, want I can't. Goedemorgen allemaal, het is zondag. Ik moet weer werken, ik ben nu ook op mijn werk. En ik moet werken tot 5 uur. Mijn ouders zijn dus ook een weekend weg. Dus gisteravond waren Isabel en haar broer en een vriend nog even langskomen. Ze zijn gezellig wat gaan drinken en toen zijn hun uitgegaan. Maar ik ben gewoon thuis gebleven omdat ik natuurlijk vandaag moet werken. En ja, ik ben alleen thuis tot dinsdag of zo, woensdag. Dus dat is super chill, maar dan moet ik dus ook even voor mezelf koken en zo. Oké, ik ben inmiddels thuis. Ik moet nu even van school zitten en dan ga ik even avond eten. Oh ja, ik wilde dit nog laten zien. Want Isabelle heeft dus haar eigen webshop met allemaal sieraden en tasjes. Echt super leuk. En ik heb dus deze ketting van haar gekregen. En nou, je krijgt dus binnen zo'n super leuk zakje. De webshop heet Labella. Ik zal ook even de link in mijn beschrijving zetten. Ik krijg dit super schattige kaartje erbij. En ik heb deze super leuke ketting. Even kijken hoor. Het is zeg maar zo'n... Hij komt ongeveer tot hier. En dan is het zo'n langere ketting die zo gaat. Maar ik ga er nog een Instagram post van maken. En ik zal hem zo meteen wel even daar ook willen bestellen. Kunnen jullie met mijn kortingscode Sarah in hoofdletters 15. Krijgen jullie 15% korting op jullie bestelling. En dan kunnen die echt, ja, ze hebben echt super leuke sieraden. Ze hebben armbanden, oorbellen, kettingen, hoesjes, telefoonhoesjes, tassen, tasjes. Echt super leuke dingen. En het is echt super verdedigd. Het is helemaal niet duur. Het is echt goede
prijs-kwaliteitverhouding. En met Sarah 15 kun je de 15% korting krijgen op jullie bestelling. Dus dat is wel echt super leuk natuurlijk. Het is inmiddels, wat is het? Kort voor 7. En ik ben nu een beetje bezig met school. En ik eet een maaltijdsalade. Gegrilde kip of zoiets. Zo lekker. En ja, verder ga ik vanavond eigenlijk niks doen. Heel lekker. Ik ben echt helemaal alleen thuis. En het is echt sinds tijd dat ik gewoon helemaal alleen thuis ben. Want meestal is mijn broer wel gewoon of zo. Of, I don't know. Maar ik vind dat een soort, nou, een beetje eng. Ik ben nu net klaar met school. Eindelijk. Wat een hel. En ik heb het echt heel koud. Dus ik ga zo meteen even in bad. Maar ik ga nu eerst even Netflixen. Ja, dan was dit eigenlijk alweer het einde van de vlog. Ik ga hem eindelijk weer afsluiten op zondag. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken natuurlijk. En ja, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet de notificatie bij aan te zetten. Jullie zijn altijd op de hoogte van als ik een nieuwe video plaats. Ja, vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te geven en een reactie achter te laten. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer.